leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb zo ontzettend veel zin in het filmen van deze video. Het is namelijk weer tijd voor adventkalender unboxings. Ik moet zeggen, vorig jaar, de jaren daarvoor, deed ik dat echt wat meer dan dit jaar. Maar er zijn tegenwoordig zoveel YouTubers die adventkalender unboxings doen, dat ik denk, ja, kom ik ook nog aan. Maar goed, ik heb natuurlijk wel zo mijn favorieten en ik kan het dan niet laten om het niet te doen. Dus bij deze, ja, mijn favoriete merk, gaan we het unboxen. Namelijk de adventkalender van Yankee Candle. Mocht je me al wat langer volgen, dan weet je dat ik gewoon ontzettend gek ben op kaarsen. Elk jaar weer haal ik de Yankee Candle adventskalender. En ja, ik ben gewoon fan van Yankee Candle. Dus ik weet er eigenlijk ook best wel veel vanaf. Dus ik wil jullie eigenlijk ook een heleboel nog even vertellen voor we gaan beginnen met de unboxing van deze Yankee Candle adventskalender. Heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. En ben jij benieuwd wat er allemaal in de adventskalender zit? Blijf dan zeker even kijken naar deze video. Ik zou het leuk vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal. Dit jaar hebben ze er twee. Een kleine en een iets grotere. Vorig jaar hadden ze er drie en hadden ze dus ook echt die towel. Zo'n mega grote waar ook echt wat grotere Yankee Candles kaarsen in zaten. Helaas hebben ze er dit jaar niet die grote. Vind ik jammer, want ik vind dat persoonlijk wel heel erg leuk. Maar goed, dit jaar dus twee adventkalenders. Eén met alleen maar vaccinelichtkaarsjes erin. En deze dus de boek adventkalender die ik dus heb. En daarin zitten ook wat grotere Yankee Candles. Niet mega groot, maar alsnog wel groter dan alleen die vaccinelichtkaarsjes. Ik wil gelijk even een tip aan jullie meegeven. De Yankee Candle, deze adventskalender, is namelijk voor 60 euro overal te koop. Maar geen spon, zelf betaald. Ik vond de website Lux Plus, Lux for you, Lux Plus, luxplus.nl. En als je dan member wordt, betaal je 38 euro. Ik heb 38 euro voor de adventskalender betaald in plaats van 60 euro. Zit je wel aan een soort lidmaatschap vast. Maar ik ging gewoon, ja sorry, ik ging gewoon me aanmelden, bestellen voor 38 euro en toen weer afmelden. Dus voor mij geen lidmaatschap, het spijt me. Maar goed, 38 euro dus voor deze adventkalender. Even nog een kleine onderbreking, want jullie herkennen vast nog wel de posters op de achtergrond. Die zijn namelijk van Desenio. En ik wil nog even iets vertellen, want in september heb ik natuurlijk al een samenwerking gehad met Desenio. Maar ik heb nog een mega leuke kortingscode voor jullie. Vanaf vandaag, 5 november, tot 12 november. En met deze code, DELVER55, krijg je 55% korting bij Desenio. Dat is echt bizar veel. 55% korting dus bij Desenio. 10% korting op lijsten en 10% korting op gepersonaliseerde posters. Ik zal even een clip in beeld doen van toen ik het binnenkreeg, de posters. Wat ik eerst had, nou echt, die lijsten en zo komen ook van Desenio. En de posters die ik erin had, kwamen ook van Desenio. Maar ik ging dat dus omwisselen, want met elk seizoen doe ik natuurlijk herfst of winter of kerst posters. Ik verander dat gewoon elk seizoen. Ik zal even laten zien hoe het eerst was en hoe het dus nu is geworden. Maar vergeet deze kortingscode dus niet bij Desenio. Ik zal het nog even in de beschrijving linken met dus een linkje naar Desenio toe. En de kortingscode erbij. Dus check dat even. En dan gaan we nu snel weer terug naar de video van Yankee Candle. Mocht je Yankee Candle dus niet kennen. Ja, het is volgens mij een Amerikaans merk van kaarsen. Ze hebben echt elk seizoen weer seizoensgebonden kaarsen. Ik hou ervan, ik maak ook eigen kaarsen en die zijn ook seizoensgebonden. Dus ik voel de kaarsenwereld, ik zit daar helemaal in. Maar wat ik dus heel erg grappig vind, ik was dus laatst in Deventer in een boutique en daar verkoopt ze allemaal Yankee Candle. En toen kwam ik helemaal met die verkoper, die vrouw van wie die winkel was, in gesprek. Superleuk gesprek gehad. En zij vertelde me zoveel over Yankee Candle. Want ik zei, ja die oude potten, deze, die vind ik zoveel mooier dan die nieuwe potten. En ik zei ook van de wax is heel anders, want het is nu echt heel glad. En die oudere Yankee Candle potten die ik dus heel mooi vind, die ook niet perfect glad zijn aan de bovenkant. Ja, dat vond ik wel wat hebben, iets ambachtelijks. En toen vertelde ze me dat de oude kaarsen van Yankee Candle, die ik dus zo mooi vind, paraffine kaarsen waren. En dat ze dus nu over zijn gegaan naar sojawax kaarsen. Dus die in nieuwe pot met een gladde bovenkant is dus van sojawax. Nou, en nu zit ik dus in de kaarsenwereld. Mijn kaarsen zijn ook van sojawax. Dus ik ben daar wel eigenlijk heel erg blij mee.
Want dat betekent dat ze gewoon veel beter zijn voor het milieu, maar ook gewoon voor jezelf, voor de mens. Dus minder schadelijk. En nou, dat vond ik toch wel even de moeite waard om te vertellen. Dus daarom ben ik ook heel erg benieuwd of hier in de nieuwe Yankee Candle kaars zitten. Of nog de oudere met paraffine. Goed, snel beginnen. Lange intro. De adventskalender ziet er prachtig uit. Rood met kerstbomen. Helemaal kerstig. Ja, ik ga hier heel goed op. Maak hem open. De achterkant staat hier trouwens welke er allemaal in zitten. Maar daar ga ik niet naar kijken. Tadaa! En ik ga gewoon gelijk zoeken naar vakje 1. En die zit hier. Toch wel leuk dat het zo'n scheurkalender is. Oeh, er staat ook nog een tekstje op. Radio's playing Christmas music. You know what it means. Dat het bijna kerst is. Oh, leuk. In het allereerste vakje zit dit, ja, vaccine lichthoudertje. In het zilver met doorzichtige sterretjes. En dan zie je dus de kleur van het kaarsje die erin zit. Want dit is sowieso de nieuwe geur van kerst. Oh ja. Ze hebben dus een nieuwe collectie. Elk jaar komt er weer een nieuwe kerstcollectie. Volgens mij is dit iets met die Red Berry Christmas. Oh, heel lekker vind ik deze. Dit is echt zo'n warme, kruidige kerstgeur. Dus dat zit er in vakje 1. En ik vind het leuk dat het gelijk ook in het houdertje zit. Een kaars. Vakje 2 is een wat groter vakje. Oh ja. Oh jongens, dit is wel heel positief. Want dit zijn de nieuwe kaarsen dus. Daar ging ik eigenlijk ook wel van uit. Maar dit is dus van sojawax. Kan ik zien aan de bovenkant. Die is namelijk heel glad. Maar goed, daar gaat het niet om. Het is een groene kaars. En dit is de Silver Sage and Pine. En dit is ook weer uit de nieuwe collectie van dit jaar. Deze heb ik dus in het groot geroken. Niet helemaal mijn geur. Maar nu ik hem zo in het klein ruik, vind ik hem eigenlijk wel lekker. Ja, het is echt een dennenboomgeur. Dit is de kaars. En een iets groter kaarsje. Dus dat vind ik ook leuk. Oh yes. Hier ben ik heel blij mee. Dit is namelijk een van mijn favoriete geuren. Dit is Warm Cashmere. Oh, dit ruikt zo lekker. Dit ruikt dus een beetje naar crème brûlée. Beetje vanille. Koekjesachtig. Hele lekkere geur is dit. Deze adventkalender is dus ook echt de moeite waard. Als je niet weet welke geur je lekker vindt van de nieuwe Yankee Candle kerst. Collectie. Hier krijg je allemaal minis. Dus als stop, dan weet je gelijk welke je lekker vindt. Vakje 4. Oh. Nou, er staat overal dus een tekstje op. Ga ik nu niet doorlezen. Maar het vierde vakje is Clean Cotton. En ja, ik hou hier heel erg van. Het is totaal niet kerstig. Ik vind het meer iets voor het nieuwe jaar. Een frisse start. En dan ga je deze kaars aandoen. Maar goed, dit is de kaars. En het ruikt dus echt naar schone was. Heel fris. Beetje linnenachtig. Ja, ik hou er wel van. Pakje 5. En die zit hier. En dit is ook een wat groter vakje. En de kaars die hierin zit is Black Tea and Lemon. Oeh. Vind ik eigenlijk ook wel lekker. Dit heeft echt zo'n typische, ja, mannenparfum. Beetje unisex geur. Wat zoeter, frisser, wat zwaarder. Ik vind het heel moeilijk om het te beschrijven. Maar deze gaat Sander heel erg lekker vinden. Vakje 6. En die zit hieronder. En dit is een klein vakje, dus ik ga ervan uit dat dit een klein vaccinelichtje is. Ze scheuren niet heel goed open. Hoe krijg ik dit eruit dan? Ik denk dat ik te dikke vingers heb. Oh, leuk. Het is dus een lichtroze kaarsje. En deze doet me heel erg denken aan die van vorig jaar. En dat was cacao, snow... Ik weet het even niet meer. Maar de lichtroze variant van vorig jaar, daar ruikt hij naar. Fris en zoet. Vakje 7 zit hier. En dit is de geur Bayside Cedar. Oh, deze vind ik heel lekker. Dit is ook echt een geur die Sander lekker gaat vinden. Ja, echt wat zwaarder, wat mannelijker ofzo. Ik vind dat heel lastig om te omschrijven, maar het is echt zo'n lekkere parfum. Hij moet dit als parfum op gaan doen. Ja, dit is de geur. Niet per se een kerstgeur. Maar wel een hele lekkere geur. Vakje 8 zit hier bovenin. In dit vakje zitten Red Raspberry. En ik dacht dus dat het allereerste vakje die geur was. Maar dat is het niet. Deze ruikt echt naar framboos. Fruitig, zoet. Niet helemaal mijn geur. Ik hou niet zo van fruitgeuren. Trouwens appel wel. Appelkaneel bijvoorbeeld. Maar ja, ik hou van de echt wat zwaardere geuren. Dit is best wel een meer zoete geur. Niet helemaal mijn geur. Maar als ik dan weer terug ga naar het eerste vakje.
is dit wel echt een hele andere geur. En echt wat kruidiger, wat kerstiger. Dus die vind ik wel lekkerder. Door naar vakje 9. En dat is weer een kleine kaars. Oké, ik heb er met mijn nagel ingeprikt per ongeluk. Anders kreeg ik hem niet uit. Oh, hij lijkt dus donkerder dan het vakje van net. Maar het is echt dezelfde kleur. Of geur. Dit is echt heel erg zoet. Echt meer zoet. Niet helemaal mijn geur dus. En het ruikt precies als het vakje ervoor. Het lijkt niet hetzelfde, maar het ruikt wel hetzelfde. Dit ruikt echt naar snoep. Gewoon pure snoep. Amber en Sandalwood. Deze zat er vorig jaar ook in. En ik vind deze heel lekker. Het is zo'n geur. Ja, dit vindt iedereen eigenlijk wel lekker. Iets met amber en iets met sandalwood. Iets met oogstgeuren. Zo lekker. Hier ben ik heel erg blij mee. Vakje 11. Ook weer een groter kaarsje. Dit is de Soft Blanket. Oh, ik weet niet waarom. Maar ik moet denken aan Zwitserland. Deze geur ruikt heel erg naar Zwitserland. En ik vind dat dus heel lekker. Maar ik vind het toch leuk in een kerst-adventskalender dat er heel veel kerstkruidige warme geuren in zitten. Maar ik vind het eigenlijk niet zo erg. Want ik vind dit dus heel lekker voor een nieuwe jaar. Zo'n Zwitsergeur. Heerlijk. Vakje 12. Ja, kijk, dit vind ik dan jammer. Dit weet ik. Elk jaar dan doen ze er wat grotere kaarsjes in. Maar ook in dezelfde geur een mini kaarsje. En dit is dus precies dezelfde geur die we net hadden. De Zwitsergeur. Dus dat vind ik jammer dat het dan achter elkaar zit. Maar hij is lekker, dus ik ben er niet boos om. Vakje 13 zit hier. Is ook weer een kleine kaarsje. Oeps. En dit is precies de geur die we net ook al hebben gehad. De Amber en Sandalwood. Ja, ik vind het heel erg lekker. En ik weet gewoon dat er dus dezelfde geuren in zitten in het groot en in het klein. Dat wist ik van tevoren, dus vind het niet erg. Maar weet dus wel dat dat dus eigenlijk altijd zo is bij de Yankee Candle adventkalenders. De geuren die je dus in een wat groter, ja, versie krijgt, krijg je vaak ook nog in het klein in zo'n vaccinelichtkaarsje. Pakje 14 zit hier. Dat is ook weer een kleinere. Drie keer klein achter elkaar. Ja, en deze herken ik. Want deze zat er vorig jaar ook in. En ik weet even niet meer de geur. Maar dit is dus niet helemaal mijn geur. Deze ruikt heel erg fris. Bloemig. En daar ben ik niet weg van. Ik hou niet van bloemige geuren. Wel een heel schattig kleurtje. Maar niet helemaal mijn geur. En ik ben er weer met mijn vinger in gegaan. Dat is wel een beetje het nadeel van deze adventskalender. Ik krijg het er niet uit. En dan ga ik hem met mijn nagel in. En dan heb ik een afdruk erin. Zit hier. En dat is weer een klein kaarsje. En deze kan ik niet helemaal plaatsen. Maar deze ruikt wel weer wat zoeter. Schoon een zoetere geur. Een beetje naar framboos eigenlijk ook wel weer. Ben ik bij 16 gebleven? 15, 16? Volgens mij wel. Volgens mij ben ik bij 16. Weer een kleine dus. Oh, deze vind ik heel lekker. Oh, deze ruikt naar koekjes. Heel erg lekker. Volgens mij is dit de Christmas cookie. 17. Oh, weer een kleine. Ik wist dat er wat kleinere in zouden zitten. Want ze hebben dit jaar niet meer de grootste adventkalender. Toch vind ik het jammer. Deze lijkt ook op Christmas cookie. Aan de kleur te zien. En dit is Christmas cookie. Nog een keer. Oh, dat vind ik wel jammer. Twee keer achter elkaar. Maar aan de andere kant. Ja, twee keer achter elkaar. Nee, dat kunnen we niet goed praten. Twee keer dezelfde geur achter elkaar. Maar de geur is wel heel lekker. Dus Christmas cookie. Als je houdt van warme, kerstige koekjesgeuren. Nou ja, deze kaars. 18. Die zit hier. Weer een kleinere. Ik ga het niet meer zeggen. Oeh, en dit is. Dit is de. Ja, die hebben we net gehad. We hebben natuurlijk de Silver Sage en Pine gehad. En dit is de kleinere variant. Echt diep donkere groene kleur. Ja, ik vind hem toch wel lekker. Eerst dacht ik van, wel aan de frisse kant. Maar aan de andere kant, het heet wel iets. Echt een dennenboomgeur. 19 is weer groter. Dus dat vind ik leuk. Oh, dit vind ik jammer. Dit is die, hier. Oh, dat was het. Ik zei toch dat het bloemig was. Die paarsige geur. Het is de Wild Orchid. De orchidee. Ja, dit is niet mijn geur. Dit is heel bloemig, fris. Jammer dat daar een grotere variant in zit. Maar deze ga ik gewoon lekker weggeven. En dan gaan we alweer naar 20. Deze adventskalender heeft dus 24 vakjes. Dus tot kerstavond. Wat zei ik nou, 20? Ja, 20 zit hieronder. Toch niet weer Christmas cookie? Nee, geen Christmas cookie. Maar wat het dan wel is, weet ik niet zo goed. Oeh, ik vind deze heel lastig te plaatsen. Maar het is een frisse geur. Ja. 22.
de Bayside Cedar, maar dan dus in het klein. Die zit hierin en deze vind ik heel lekker. En die gaat Sander dus ook heel lekker vinden. Dit moet zijn parfum worden. Dit is zo lekker. Oké, vakje 21 zijn we en die is groot. Ja, ben ik hier blij mee? Ja! En nu ik dit zie, heb ik toch eigenlijk een oordeel. Oké, in dit vakje zit Letters to Santa. En dit is de kerstgeur van dit jaar in de Yankee Candle collectie. Ja, en deze is zo lekker. Zo'n intratuingeur. Je komt de intratuin binnen, wat frisser met die planten, maar toch kerstig. Dus ook wel weer warm. Oh, qua kerstgeur is dit wel echt mijn favoriet nu in deze kalender. En nu wil ik eigenlijk al een oordeel geven. Dus misschien moet ik nog even wachten tot het laatste vakje. Maar nu ik dit zie, denk ik toch wel van, ah, toch jammer dat er niet nog veel meer kerstgeuren in zitten in de adventskalender. Had er dan ook nog wat kerstgeuren van vorig jaar of zo bij gedaan. Bijvoorbeeld de Holiday Hearth of die Zuidcollectie. Dat is jammer. Of de Singing Carols. Er zijn zoveel kerstgeuren van Yankee Candle. En die ontbreken er best wel veel. Dus dat vind ik jammer. Maar goed, we gaan nog even door. Misschien komen er nog heel veel kerstgeuren. Niet dat er nog veel vakjes zijn, maar goed. Pakje 22. Of had ik die nou al? Die heb ik al gehad. 23. Volgens mij gaat iets niet goed. Ik had net toch een grote, hè? Dat is 21. Maar 22 is al open. En leeg. Nee, ik ben het kwijt. Vakje 23. De ene laatste. Oh. Dit is de Pink Cherry en Vanilla. Ja, en die hebben we net ook in het klein gehad. Dit is de geur. Geen kerstgeur, wel vanilleachtig. Dus het is wel een hele lekkere geur. We zijn aangekomen tot het laatste vakje. De adventskalender is aardig geleefd, zoals je kan zien. Laatste vakje, laten we hem gewoon openmaken. Vakje 24. En deze ga ik even een momentje geven. De tekst die erop staat. Ik ga nog niet kijken. Smile, it's almost Christmas. Is het een kerstgeur? Volgens mij is het geen kerstgeur. Het is de White Spruce and Grapefruit. Oh, dit vind ik jammer. Dit ruikt echt naar zomer. Zomer in een pot. Dit is de geur. En de kaars. En weet je waar deze ruikt? Pornstar Martini. Ja, grapefruit. Lekker, maar jammer. Oké, we gaan er even voor zitten. Wat vinden we van de Yankee Candle adventskalender? De boekvariant. Oké, ik vind hem aan de ene kant heel leuk. Want ik vind elke geur eigenlijk bijna wel lekker van Yankee Candle. Maar ik moet even streng zijn. Yankee Candle adventskalender. Hoop je toch dat er veel kerstige geuren in zitten? Althans, daar ga ik van uit. Dat hoop ik. En dat valt me toch wel een beetje tegen. Want als ik er echt goed over nadenk, zijn de enige kerstgeuren de Silver Sage and Pine, dus de dennenboom, en de Letters to Santa. En voor de rest zijn het gewoon random, ja, geuren, wat mij betreft. En dan vind ik het toch wel heel erg jammer. Ik had echt veel meer uit de kerstcollectie verwacht en gehoopt. Maar ik vind de geuren wel heel lekker. En ja, voor 38 euro, kijk, als je de volle pollen betaalt, die 60 euro, vind ik het denk ik niet waard. Want er zitten ook veel minis in. Het is wel een goede manier om erachter te komen welke geuren je lekker vindt van de Yankee Candle. Maar ik heb er 38 euro voor betaald via Lux Plus. En ja, dan vind ik het dus wel waard. Want dat is gewoon best wel goedkoop. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. En of jij dit eigenlijk überhaupt wist van Yankee Candle. Wat ik allemaal aan het begin van de video heb verteld. Van die oude collectie, nieuwe collectie. En dat ze dus nu sojawax zijn. Tell me more. Wat vind jij van de adventskalender? En vind je het de officiële prijs 60 euro waard? Laat het weten in de comments. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop jullie gauw weer bij een nieuwe video te zien. Doei doei!